Ja, maar tegelijkertijd, dan moet ik dan weer even denken aan inderdaad het internet, wat je net zei. Daar moet ik ook wel eens over nadenken als het gaat over biohacking en biotechnologie. Dat nu ook wel de belofte zo groot is. En misschien ook wel de van inderdaad, het kan de klimaatcrisis misschien oplossen of hongersnoden laten afnemen. Maar volgens mij, ik was er natuurlijk niet helemaal bij de invoering van de ontdekking van het internet. Ik bedoel, ik heb het toen een keer gebruikt toen ik 12 was of zo, voor het eerst. Maar als ik dan terugdenk aan die tijd en daar was al wat over lezen, was toen ook wel een soort van, ook democratisch, had jij het ook al eerder, democratisch idee van, we zijn straks met z'n allen verbonden en dat zorgt voor wereldvrede en een beetje kumbaya, weet je, ik ga kort de bocht natuurlijk. Maar het heeft tegelijkertijd inderdaad ook opgeleverd dat we fake nieuws hebben. En straks deepfake video's dat soort dingen. Dus het is wel, Ik weet het nog niet zo goed. Nou, wat het is, kijk, je gebruikt Nietzsche in je boek. Dat hoofdstuk niet gelezen, maar daar kunnen we misschien over hebben. Komt hier terug. Er is geen iets wat bestaat wat alles voor ons gaat oplossen. Het is constant werk. Elk nieuwe oplossing brengt nieuwe problemen met zich mee. Dus elke keer dat iemand zegt, daar is een punt, daar komen we en dan is het probleem opgelost, dan is in principe de geschiedenis voorbij, ben ik bij voorbaat al sceptisch tegenover. Ik weet dat dat is Ray Kurzweil trouwens, die ook een voorbeeld van de singularity. Er is op een gegeven moment is er een punt waarin de ontwikkeling van technologie zo snel gaat, en dat zal dan met AI gebeuren, dat de mens het niet meer bij kan houden, en dan is eigenlijk alles. Ja, ik weet niet precies wat er dan gebeurt, maar het heeft voor mij allemaal dezelfde structuur als ergens in de toekomst zal de koninkrijk God weer neerdalen. En of dat nou een technologische God is, of een christelijke God, of een spirituele God. Ik denk dat dat eindpunt van die geschiedenis, dat idee dat er een eindpunt van de geschiedenis is, dat is denk ik deeply flawed. Omdat we het nooit meegemaakt hebben. Dus ik heb geen reden om aan te nemen dat het klopt. We dachten ook dat we met de Large Hadron Collider ook alle natuurkundige geheimen gingen ontrafelen. Nou, dat is ook niet helemaal waar, alhoewel we wel veel door geleerd hebben. Aan de andere kant is het ook wel zo dat we polio redelijk uitgeschakeld hebben als ziekte. Maar dat was geen functie van, we hebben nu een tool ontwikkeld en daardoor gaat goed komen. Dat is een functie geweest van hard werken door heel veel mensen en technologische ontwikkelingen.